De Nederlandse Islamitische Omroep. Het andere geluid. De interpretatie van de Koran, tafsir in het Arabisch, is voor moslims een opgave die nooit eindigt. Sinds het ontstaan van de islam proberen moslims de goddelijke openbaring te begrijpen. Dat heeft geresulteerd in een groot aantal exegeseboeken. Werken waarin moslim-exegeten het eerste tot en met het laatste vers van de Koran uitleggen. Maar wanneer is een Koran-exegese acceptabel? En wie mag en kan het woord van God uitleggen? Ik praat hierover met Abdelilah Lejamari, auteur van het boek Inleiding tot de Studie van de Koran, Ontstaansgeschiedenis en Methodes van Koran-exegese. En hij is ook verbonden aan de faculteit Katholieke Theologie Utrecht. Maar zoals u van ons gewend bent, spitsen wij eerst onze oren voor de column van deze week. En die is van Abdelwadud Laus. Zijn column draagt de titel Catechisatie. Ja, gezellig. Het andere geluid. De column van de week. Catechisatie. Tot mijn 17e ga ik verplicht naar godsdienstonderwijs in de nauwe bijruimte van een kerkgebouw. Welk een gruwel. 10 ketende kinderen en een Nederlands hervormde dominee die hel en verdoemenis spreekt. Dominee Huizing, een kruising tussen Zwingli en Calvijn. Zijn exegeses van Nempart, welk bijbelboek dan ook, geven geen ruimte voor eigen inbreng. Zijn stem doet pijn aan onze oren. Raspend, bij wijlen krassend als een oude kraai op een vogelverschrikker, maakt het striemen op onze zielen. Vrij zijn van Huizings schriftverklaring is het cadeau op mijn 17e verjaardag. Murgebeukt door deze Nederlands hervormde exegesel laat ik religie voor wat het is. Voor mij op dat moment. Een controle-instrument dat de geest vernauwt. Niet iets om bij te willen horen. In de jaren 80 geeft het actiewereldje invulling aan mijn leven. Demonstraties tegen de neutronenbom, kruisraketten en zelfs de paus. Ik woon op het vredesactiekamp te Woensdrecht. Ik bouw barricades in Beieren, Duitsland, om de komst van een opwerkingscentrale voor nucleair afval tegen te houden. Samen met collega-actievoerders barricadeer ik een militair terrein in België. Geestverruimend? Nee. Of het moet de hash zijn geweest, verwerkt in cake en sigaretten en in ruime mate voorhanden. Midden jaren 90 verlies ik mijn grip op het dagelijks leven en vertrek ik voor 10 weken naar Senegal. Onder het motto, verandering van plaats doet leven. Bij terugkomst in Nederland is islam meer dan een souvenir uit West-Afrika. Ik voel dat het mij grip kan geven op het leven. En dat doet het. Voor mijn geloofsgetuigenis had ik mashallah het gebed, de salaat, al onder de knie. Na mijn bekering stort ik mij op een soera die mij bij de eerste lezing van de Koran, of althans een Nederlandse uitlegger van, is opgevallen. Sura Ar-Rahman. Dat Koranhoofdstuk over de onderwerping van de natuur aan Allah, heilig en verheven. Ik wil deze sura consumeren, absorberen. Maar dan ben ik eindelijk zelf op zoek naar exegese, vind ik het niet. Die zogenaamde Nederlandse Koranvertalingen zijn niet genoeg voor mij. Ik wil diep ingaan op elk teken van Allah en deze sura. Tuurlijk. Onze umma heeft tafsir te over. Echter, tafsir is vaak niet, of slecht, toegankelijk door barrières als taal en cultuur. Maar niet getreurd, de natuur is er ook nog, subhanallah. Zo'n herfst als nu, waarin bladeren uit het bronboek zich ter aarde hebben geworpen als tekenen van Allah. Ondubbelzinnige, niet te ontkennen tekenen van zijn heerschappij. Daar kan geen film van Ayaan Hirsi Wilders of Geert Ali tegenop. Allah of Allah, de Heer der Werelden. Dat was onze column van deze week. En die was en is nog steeds van Abdelwadud Laus. Wat mij opvalt in de column is die zogenaamde Nederlandse Koranvertalingen zijn niet genoeg voor mij. In wat voor zin?
Niet zozeer zogenaamd in de zin dat ik mijn vraagteken stel bij die vertalingen van die versen, maar meer echt zo genoemd vertalingen, omdat je, ja, het zijn interpretaties eigenlijk, hè? Zoveel heb ik dan al wel geleerd. En het gaat voor mij niet diep genoeg. Ik ben iemand, als hij zich ergens voor interesseert, dat hij zich dan helemaal instort. En bij de vertalingen die ik heb, die mij ter beschikking zijn. Want welke zijn dat? Er is een Nederlandse vertaling van de Mubarak Moskee in Den Haag. En daarnaast heb ik ook nog een Engelstalige editie uit Saoedi-Arabië. Met wel heel veel uitleg. Ja. En, maar de tafsir is noodzakelijk, de exegese is noodzakelijk voor u. Ja, zeker. Ja. Ja, want anders dan kom ik er niet verder mee. Ja, maar die vindt u dus niet? Wat doet u dan? Hoe begrijpt u de versen dan? Ik probeer ze toch te begrijpen en denk ook wel het voor een gedeelte te begrijpen door toch de informatie die ik heb. En daarnaast gewoon om bepaalde zaken die mij sowieso wel interesseren, zoals de natuur bijvoorbeeld, om dat ook in die beleving een plaats te geven. Dan heb je het misschien niet zozeer over het begrijpen van versen, maar meer het voelen van die betekenis. Ja. Alleen ik mis nog steeds iets wat ik echt nodig heb. Misschien kan Abdelilah Al-Jama'i u daarbij helpen. Misschien moet u zijn boek eens lezen. Welkom nogmaals.